Het is dinsdag 20 augustus en ik heb eigenlijk wel iets heel belangrijks met jullie te delen vandaag. De afgelopen twee weken waren best wel een beetje lastig. Ik had een gesprek met de trainer gehad en gevraagd of ik het nog wel moest doen bij Lijn. Of ja, dat hij dacht dat ik het nog zou kunnen. Nou ja, Mo die is tot twee weken geleden geblesseerd geweest. Dus die heeft een heel groot deel van de voorbereiding gemist. Ja, dan is er maar één optie. Niet lopen en dan heel snel je vizier op een andere marathon. Je moet niet aan een marathon beginnen als de voorbereiding niet goed is. De marathon kwam natuurlijk steeds dichterbij en op een gegeven moment was het toch maar 10 weken, 8 weken en nu zelfs nog maar 6. En dat betekent gewoon dat je nog maar 4 weken echt goed kan trainen en daarna moet je alweer af gaan bouwen om te zorgen dat je voldoende energie hebt voor de marathon. Maar ja, 4 weken trainen en ik loop momenteel blokjes van 15 minuten. Ja, het is eigenlijk al gewoon een missie onmogelijk natuurlijk. Het is voor mij echt wel een hele moeilijke keuze geweest om het niet te doen. Gewoon omdat ik het zo graag wil. De ergste beslissing is gewoon om een soort van op te geven. Hoewel het misschien niet echt opgeven is, maar zo voelt het dan wel een beetje. Het is echt wel heel moeilijk. Waar ik gewoon heel hard aan ga werken is aan mijn eigen herstel en aan mijn eigen gezondheid. En dan komen de nieuwe doelen later wel. Ik heb wel besloten om mee te gaan naar Berlijn. Sowieso natuurlijk om Imo en Nick aan te moedigen. Ja, samen met hem ben ik dit avontuur aangegaan. Ja, misschien kan ik ze gewoon nog helpen. Gelletjes aangeven, water, aanmoedigen. Dus ja, ik denk niet dat ik er voor niks zal zijn. Dus, dat was het. Het is nog 5 weken tot de Berlijn Marathon. Ik begin echt kriebels te krijgen. Hardlopen gaat enorm vooruit. Ik merk dat ik met dezelfde hartslag steeds sneller kan lopen. Ik zit nu een beetje op 65 kilometer per week. Onlangs een vrijgezellen weekend in Zweden ben ik om een meer gaan rennen. En ja, dat was heerlijk eigenlijk om het een keer in een ander landschap te doen. Nou, de komende weken ga ik steeds verder lopen. Tenminste, elk weekend staat er een lange loop op de planning. Ik ben ook heel benieuwd hoe mijn voeten dat gaan houden. Want ja, die 10 en 15 kilometer, dat geloof ik wel. Maar kijk hoe ik het langer volhoud. Om sneller te lopen dan 2015 moet alles goed gaan en ook nog net ietsje beter. Elk procentje heb ik nodig. Een van die procentjes probeer ik te grijpen door een hoogtestage. Vandaar dat ik naar St. Moritz ga. Behalve het hoogte-effect is het ook gewoon een hele mooie omgeving om te trainen. Eindelijk ben ik er. Heerlijk weer. Oh, je hoort mij, hè? Het is echt wat even wennen. Je zit op 1800 meter, maar hardlopen is daar toch wel redelijk vlak. En in die 3 weken gaan mijn lichaam meer rode bloedlichamen aanmaken. Wat het zuurstoftransport in mijn lichaam efficiënter maakt. Met dezelfde hartslag, ietsje sneller. Lopen moet al makkelijker gaan. Het voelt een beetje als een vakantie, je hebt veel meer rust. Het is wel gaaf dat je zoiets kan doen om je marathontijd te verbeteren. Viel me niks tegen. Iets harder werken dan normaal, maar prima te doen. Alleen jammer dat het laatste stukje terug naar het appartement altijd even zo'n klein vel klimmetje omhoog is.